blijft toch de vraag hebben, hoe tevreden ben je op dit moment? Ik ben tevreden met, zeg maar, ik ben trots op wat ik heb kunnen bereiken. Alleen is het altijd in mijn achterhoofd. Ik ben Jessie en ik ben een vrouwelijke beauty-youtubester die transgender video's maakt over mijn transgenderproces. En ik kom vandaag bij Esther om te praten over de druk van YouTube en constant presteren met YouTube. Jessie, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik begin altijd met de vraag, wat houdt je bezig? YouTube. Ja? Vertel. Ja, als mijn hobby en daar heb ik mijn werk van gemaakt. Dus daar ben ik eigenlijk, met social media ben ik eigenlijk 24/7 bezig. Je loopt natuurlijk altijd met je mobiel. En zodra ik op mijn mobiel kijk, ben ik eigenlijk bezig met mijn werk. Dus ja, dat is een beetje waar ik de hele dag mee bezig ben. Maar wat zijn dingen waarvan je zegt, van, nou, dat vind ik fijn om eens te bespreken? Of die vind ik lastig soms? Of... Nou, qua YouTube, waar ik af en toe last van heb, is constant moeten presteren. Een constante druk van, ik moet presteren, er moet content komen, er moeten meer views, abonnees en gewoon dat maakt me af en toe wel echt goed gek. En ben je tevreden? Ja. Ja en nee. Dat gaat. Nou, het is zeg maar, met de content die ik maak ben ik in principe tevreden. Alleen de druk om steeds iets nieuws te verzinnen en wat is het leuk nieuw, wat werkt. En dat frustreert me, dat vind ik irritant. En dan denk ik, het zou denk ik veel beter kunnen zijn. Dus echt die druk van presteren. Een hele... simpele vraag zou natuurlijk zijn, waarom doe je het jezelf aan? Ja, god, waarom doe ik mezelf aan? Ik weet niet, ik vind het heel leuk. Ik vind het toch heel leuk om te doen. Het is echt mijn passie, YouTube. En het is echt gekomen uit alleen maar YouTube-video's kijken. En wat wonderbaarlijk is gelukt en ben gegroeid daarmee. Dus het is vooral heel erg leuk. Alleen op een gegeven moment dan ga je er werk van maken. Dan heb je zoiets van, kijk, ik verdien er genoeg geld mee. Ik moet er meer tijd in steken om het groter te maken. En toen kwam heel erg de druk van, oké, ik verdien hier mijn geld mee, maar als ik niet genoeg presteer, dan verdien ik te weinig geld. En dan? Dus, nou, dan kan ik me weer niet betalen. En dan? En dan, dan kom ik in de schulden. Of je kan bij de supermarkt gaan werken. Ja, nou, dat lijkt me ook niet echt iets. Nee, het zou, weet je, ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden van, stel, YouTube lukt niet. En je hebt natuurlijk een vader die altijd zegt van, ben je aan het doen in je school? Dus ik had altijd in mijn achterhoofd van, ik ben goed in make-up. Ik kan altijd nog in de doeklas of whatever make-up gaan doen. Want dat vind ik ook heel erg leuk. Wat vindt je vader ervan wat je nu doet? Ondertussen heeft hij wel zoiets van, oké. Ja. Hij is heel kritisch geweest altijd. Met opmerkingen van, je bent alleen maar filmpjes aan het maken in je kamer. En toen ik uit huis ging en mijn huur kon betalen en alles kon betalen, toen dacht hij wel van oké, volgens mij is het wel iets serieus. En heb je eigenlijk ooit eerder gesprekken gehad met een psychotherapeut of een psychiater? Ja, met mijn vader vroeger. Want ik en mijn vader, dat was niet een goede match. Dus toen, Je vader was niet een therapeut, maar over of samen met je vader ben je... Samen met mijn vader ben ik er geweest, ja. En dat was gewoon puur om... Voor in eerste instantie hulp voor mij, omdat ik toen... Mijn moeder is overleden toen ik heel jong was en ik was in de war. Ik wist niet wie ik was. Ik was toen nog Jeroen en ik snapte er weinig van. En toen ging ik rare dingen doen en toen dacht mijn vader, ja, dit gaat niet goed. Dan gaan we even praten met iemand. En hoe oud was je in die tijd? Dat ik echt met hem aan het praten was, denk ik 14, 15. Echt puberleeftijd. Ja. Ja. Het moet wel heel turbulent geweest zijn dan in die tijd. Zeker, ja. Hoe kijk je er nu op terug? Ik was echt op zoek. Ik miste mijn moeder vooral heel erg. Die is toen ik 11 was, heeft zij een auto-ongeluk gekregen. Ze aangereden. Toen ik 15 was, is ze uiteindelijk overleden. Maar tussen die tijd heeft ze in revalidatiecentra's gelegen. Dus ze volkomen veranderd. Dus het was eigenlijk niet meer mijn moeder. Dus vooral in die tijd dat ik echt vanaf 11, dan begint een beetje de puberteit. Totdat je er vol in zit, 15. Dan heb ik eigenlijk mijn moeder niet gehad, wat echt mijn beste vriendin was. Dus dat vond ik heel lastig. Ja, ja. En mijn ouders waren gescheiden. Toen moest ik bij mijn vader gaan wonen. En tussen mij en mijn vader, dat was gewoon niks. Echt twee totaal andere personen. Dus dat was heel lastig. Ik was echt op zoek. Zijn jullie tot elkaar gekomen? Tot op zekere zin.
Dus ik heb heel veel moeite gehad met de persoon die hij is. En op een gegeven moment zat ik me zo erg dwars. En was ik zo boos en gewoon woedend. Dat ik dacht, hoe kan je zo zijn? Dat ik op een gegeven moment echt... Waar was je zo boos over? Gewoon omdat ik... hoe hij met dingen omging, ik snapte ook niet. Ik denk, hoe kan je nou zo omgaan met situaties? Maar als je ook weer kijkt naar zijn jeugd en situaties, op een gegeven moment heb ik maar gewoon een soort van, het gaat niet beter worden dan dit, dus ik moet de situatie gewoon accepteren en er het beste van maken. Gewoon voor mezelf ook een beetje aan de kant schuiven van... Wat voor voorbeeld zou je kunnen geven over hoe hij met dingen omgaat? Probeer een beetje te zoeken naar wat is van Jesse zelf en wat heb je als bagage meegenomen waar je eigenlijk niet zoveel van aan hebt, maar wat wel energie kost of zo, snap je? Kan ik een voorbeeld noemen? Ik denk gewoon het trots uiten of zo, dat ik heel erg heb gemist. Mijn moeder was altijd heel erg wat goed, gewoon extreem overdreven trots op je. En toen moest ik bij mijn vader gaan wonen en dan kwam ik met... weet ik veel, een 8000, en dan dacht hij, oh, 9 was beter geweest, weet je wel, dat soort dingen. En constant ook de druk al vanaf vroeger van, ook, nou, ik moet wel echt mijn goede cijfers halen, want anders... Nou ja, je ziet dat haar vader natuurlijk bepaald soort verwachtingen van haar had, die ze niet kon waarmaken. En ja, dat ze sowieso geen klik hadden eigenlijk, dus dat er toch veel frustratie en teleurstelling ook speelt in die relatie. En... ja, ik heb het idee dat ze ook nog wel een stukje vader eigenlijk, die druk van vader, dat ze die eigenlijk meeneemt in wat ze doet. Terwijl de vraag is of dat nou wel zo nodig is. Weet je wat ik merk, Jesse? Dat er een hoop heftige emoties zijn, maar dat ik een beetje aarzel of ik daar in de buurt durf te komen bij je. Nou, ik vind het een heel lastig onderwerp, omdat het net nu tussen mijn vader, door de houding die ik aanneem naar hem, redelijk oké loopt. En we kunnen bij elkaar over de vloer komen, we kunnen nu goede gesprekken hebben. Dus ik vind het heel lastig om daar dingen over te zeggen, maar misschien gaat hij dit zien en dan denkt hij echt van, hé, weet je wel. Ik heb zoiets van, voor mij is het nu gewoon prima en er zit heel veel woede, er zit heel veel frustratie. Toch wel? Ja. Tuurlijk, ja, zeker. Maar ik heb het idee dat uit ervaring, uit gesprekken met hem, het heeft geen zin om dat aan te kaarten bij hem, want er komt niks, er komt vanuit hem weinig. Dus dan heb ik zoiets van, Ik begrijp je wel heel goed en ik vind het ook heel wijs. Alleen, het lijkt me heel lastig om dat te accepteren dat het is zoals het is. Maar dat is het. Vind je het lastig om over na te denken? Ook wel, denk ik. Wat maakt het lastig? Dat het de emoties toelaten. Een beetje zwart-wit, wel of niet, bedoel je? Mm-hmm. Ja, en gewoon denk ik ook toch in mijn achterhoofd met dat mijn vader het kan zien, dat ik gewoon... geen zin in heb ik zoiets van, laat het gewoon lekker, oké, het is nu oké, weet je wel. Ik snap je gevoel heel goed, Jesse. Ik denk gewoon heel oprecht, als de camera's er niet bij waren, zou ik veel meer zeggen, maar gewoon puur. Er zitten 3 camera's om ons heen en dat vind ik lastig. Ja, ben je heel bewust van. Ja, weet je, ik ben heel open en ik laat alles zien, let ik mijn hele borst groot en staat op YouTube. Alleen er zijn bepaalde dingen die ik toch tot mezelf hou. Ja, dus wat is eigenlijk intiemer, je borstvergroting of je emoties? Emoties. Ja, hè? Ja. Veel heftiger. Je bent een heel gevoelig iemand eigenlijk, hè? Achter een bepaalde façade, wat ik gewoon niet als oordeel bedoel, maar gewoon letterlijk. Er zit heel veel emotie en ook best wel kwetsbare emoties. Ja. Zijn emoties zulke heftige, gevaarlijke dingen voor je eigenlijk? Ik denk het wel. Ik denk dat ik dat heel, heel eng vind ook. Kan je er een plaatje aan geven of bij verzinnen? Hoe je emoties ziet? Plaatje bij mijn emoties. Zou je een voorbeeld kunnen? Ik vind het lastig. Nou ja, het klinkt bijna alsof het een soort hele gevaarlijke wilde dieren zijn die je elk moment kunnen verslinden als je niet heel erg oppast of zo. Klinkt gek, maar... Ook, maar vervolgens heb ik ook weer zoiets van, ja, slind maar op, weet je al. Uiteindelijk komt het toch weer... Het is heel dubbel in mijn hoofd. Ja. Tien keer dingen zijn heel dubbel. Dan heb ik zoiets van... Ik wil niet teleurgesteld worden, maar als ik teleurgesteld heb, ja, ik ga toch niet dood. Weet je. Ga je op je rug liggen met pootjes omhoog? Ja, of een kommer. Ja. Kom maar dan. Oh. Ja, het is heel, heel lastig. Ik weet niet. Ik vind aan de ene kant heel erg dit en aan de andere kant toch weer heel erg dit. Ik denk omdat ik zo lang gewoon die instellingen, zo lang die houding heb gehad, dat ik er gewoon aan gewend ben. Het heeft je ook wel gebracht waar je nu bent natuurlijk. Zeker. Ja. Ook
Ja, en toch de strengheid van mijn vader en de... Of strengheid, niet te streng, maar gewoon de presenteren naar mijn vader toe heeft me toch ook alweer geholpen naar waar ik nu ben. Dat is ook zo dubbel, hè? Ja. Want toch, je frustreert je heel erg doordat hij zo is. En vervolgens ga je heel goed naar jezelf kijken en denk... Oh, ik heb ook echt heel veel dingen die hij... Waar jij aan irriteert bij hem, heb jij ook gewoon. Ik blijf toch de vraag hebben, hoe tevreden ben je op dit moment... Met alles wat je toch voor elkaar gebokst hebt? Ik ben tevreden met... Zeg maar, ik ben trots op wat ik heb kunnen bereiken. Alleen is het altijd in mijn achterhoofd. En nu? Ja. En dat is heel vervelend, dat is heel frustrerend. Misschien is dat wel wat ik voel. Wat nu? Ja. Gewoon van, ja, wat ga ik nu doen? Wat ga ik hier altijd mee door blijven gaan? Wanneer stopt dit? Ik denk er niet bewust over na, maar het zit ergens in je achterhoofd toch een beetje te knagen. Ik denk pas echt dat bij mij zoiets heb van, oké, er moet iets veranderen zodra er iets misgaat. Dat is wat je hebt geleerd, dat er, als er iets misgaat, dan moet er heel veel veranderen. Ja. Maar het voordeel misschien van dat het nu goed gaat en rustig is, relatief, is dat je ook wat meer ruimte misschien hebt om daar een beetje naar te kijken voor ooit. Mm-hmm. Snap je hoe ik het bedoel? Ja, zeker. Ik vond het toch iets heftiger dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het een iets luchtiger gesprek zou zijn, maar het was toch wel redelijk in-depth. Ik vond het wel heel goed van haar dat ze in ieder geval probeerde om in de buurt te komen van haar emoties en waar ze eigenlijk mee worstelt. En dat is ontzettend lastig voor haar. Ik denk ook dat dat haar best wel een beetje angstig maakt ook. Dus ja, knap dat ze dat toch geprobeerd heeft. Ik denk in de auto naar huis ga ik nadenken over hoe ik... wat ik zou kunnen doen om de druk voor mezelf toch iets minder te maken.